Minister Gelmar Hoefdraad van Financiën heeft vrijdag een snapshot van de begroting en een korte review van de economie gepresenteerd aan journalisten. Hij stelt dat met 2015 als uitgangspunt het nu veel beter gaat met de economie en het alleen beter gaat worden. Cijfers liegen niet. En als men zou denken dat dit geen echte cijfers zijn, moet men kijken naar de economische realiteit, merkt hij op. De realiteit is voor mij de beste graadmeter en de economie van vandaag tikt veel beter aan dan in 2016, zegt Hoefdraad. Projectie voor 2019, die spreken feiten zo'n beetje voor zichzelf. Het BBP in de stijgende lijn, de inflatie door een hoge inflatie die nu aan het dalen is. De overheidsschuld, zoals u weet, dat gaat een uitdaging, dat gaat een uitdaging blijven. Maar die hebben wij nog steeds onder controle ten aanzien van onze verplichtingen. Suriname is geen land die achterstanden heeft in het betalen in het komen naar verplichtingen ten aanzien van haar schuld. De goudprijs per US dollar die heeft een stijgende trend, vorige week enorm gestegen. Die zit boven de 1300, tot gisteren was het wel 1335 of 1340. Maar voor ons is dat echt geen halleluja geroep. Goud en olie blijven commodities. En we zien stijgingen, maar we zien ook dalingen. Het is vrij stabiel op dit moment, zeer zeker wat goud betreft. Het zit zeker op onze benchmark. Waar het toen een scenario van rond de 1100 gezet, 11 daarboven is goed voor ons. De olieprijs die heeft ook van de dip van een paar jaar terug is het behoorlijk recoverd. We hopen natuurlijk voor veel beter. Maar deze twee commodities, de drijver van de economie, moeten we heel voorzichtig volgen, heel voorzichtig in de gaten houden. Omdat de ervaring van 2015 ons toch wel een harde les hebben geleerd, die we ten alle tijden gaan moeten voorkomen. Daarom zijn we dus toch wel heel sterk bezig richting de diversificatie te gaan. Je ziet het, ik heb het al aangegeven, die torenhoge inflatie, 15-16, en de manier waar wij dus dit hebben kunnen kalmeren en zelfs in staat zijn voor 2019, ondanks de enorme toegenomen economische activiteit, toch wel een kalme inflatie van beneden de 5% te kunnen projecteren. Als we kijken naar de inkomsten, de niet-mijnbouwsector, die 64% in feite beslaat en de mijnbouwsector 36%. Voor ons zijn dat niet zomaar cijfers, het zijn cijfers waar we toch wel zeggen van het is de niet-mijnbouwsector die wij gaan moeten versterken, omdat we daarmee de enorme afhankelijkheid van deze twee producten toch wel terug kunnen dringen. En dat is dus ook ons streven. Daarom zijn dit soort analyses voor ons nuttig om meer te gaan investeren in de andere sectoren, zoals de landbouw, toerisme, andere duurzame ontwikkelingssectoren, zodat we toch wel de schommelingen op de wereldmarkt op een correcte manier kunnen afslaan. Dat is toch wel een uitdaging nog steeds, maar dat is voor ons, dat maakt ons werk toch wel interessant. Hier werd gepraat over de uitgaves in het parlement. Ik hoop dat dat nog vers bij u is. Subsidies, dat zijn gewoon de grootste boys. We hebben het ook heel veel uitgelegd, waarom. Subsidies die zijn noodzakelijk en die subsidies gaan wij langzaamaan kunnen opbouwen naarmate de hervormingen plaatsvinden. De hervormingen op het fiscaal beleid van de laatste jaren heeft ook heel veel op kunnen schonen
ten aanzien van oneigenlijke subsidies of te veel aan subsidies die werden weggegeven. Maar de structurele zaken zoals energie, water, de nutsbedrijven natuurlijk, transport, die gaan veel langer moeten duren. En wij zeggen van zolang wij niet die sector efficiënt maken, dan zullen de subsidies nog steeds een groot deel hierin blijven. Investeringen, dat is toch wel een recurring deal, dat heb ik ook vaker uitgelegd. Dat de investeringen toch wel, vooral vanwege het feit dat we de kapitaalrekening van ons niet sterk hebben gemaakt de afgelopen jaren, dat wij toch wel nog veel van lening afhankelijk moeten zijn om die duurzame investeringen te doen. Met de hoop dat na die topping van het niveau van leningen we kunnen gaan afkalven wanneer we een bredere basis in onze economie hebben. De goederen en diensten is 10,7%. Dat is een enorme terugval. Ik denk dat waarschijnlijk we het record hebben ten aanzien van het terugdringen van goederen en diensten. Die lag een paar jaar terug boven 20%. En we hebben behoorlijk daarin kunnen knippen. En natuurlijk krijg je soms collateral damage, dat hier en daar wat ontbreekt. Maar we hebben heel veel lucht uit de begroting kunnen halen door heel strak de uitgaven ten aanzien van goederen en diensten op de ministeries onder controle te kunnen brengen. En natuurlijk met het beter worden van de economie hebben we wat meer ruimte kunnen creëren. Maar het onnodig spenden hebben wij toch wel behoorlijk kunnen terugdringen. De rentebetalingen die zijn rond de 10% van de totale uitgaven. En zoals ik het zei, het is toch wel vrij manageable voor ons. En deze constructie, deze analyses helpen ons ook om in coördinatie met het Bureau voor de Staatsschuld ons afbetalingsbeleid goed te kunnen plannen. Prioriteiten van de uitgaven, zoals we het hebben weergegeven, de subsidies spelen een hele belangrijke rol, de maatschappelijke dienstverlening. We investeren toch wel heel veel in de infra, je ziet het overal, vanaf de Zwarte Hovenbrugstraat tot de bruggen die gebouwd worden, het upgraden van het traject Jenny-Hienaar, het stukje van de weg Nikeriapura. Ik denk dat in het weekend er ook nog een paar infrastructurele werken worden gelanceerd. Dus we blijven erbij dat met dit traject, zonder goede infrastructuur, kan je het land niet vooruit helpen. Zonder goede wegen, zonder goede bruggen die ons verbinden, is dat altijd een belemmering. En dat zijn zaken die toch wel hele grote achterstand hebben. Als ook in de area van sociale bescherming, armoedebestrijding. Als we kijken naar de issues zoals drinkwatervoorziening, hoeveel er nu verschaft is richting de bevolking, maar het kost geld. Net zoals energie. Woningbouw is behoorlijk toegenomen. Maar met woningbouw, met upgraden van de woonwijken, met het verbeteren van de situatie in de ziekenhuizen, speelt energie, speelt stroom een hele belangrijke rol. En dat komt gelijk weer bij kijken. Ik was laatst bij de start van het upgraden van de operatiekamers en de IC-unit van AZ. Ik heb die plaats ook bezocht. Wat daarachter stand was, kwam niet van 1 of 2 jaar. Dat kwam van tientallen jaren. Ik ben blij dat we deze stap hebben genomen om heel veel in de gezondheidssector te stoppen. Omdat de mens altijd centraal staat. Maar naast het verbeteren van de OK en de ICU, naast het bouwen van het Wanica Hospitaal of het hospitaal van Albina, komt er altijd een groot vraagstuk waar wij moeten zorgen. En dat zijn de extra megawatts die dit soort zaken opeisen. En dat komt ook op het bord van de regering. Dus u begrijpt het, dat zonder deze informatie zo breed mogelijk te hebben,
moeilijk beslissingen kunnen nemen. Dus dit is het werk dat van hieruit de basis wordt gedaan, zodat het allokeren van de fondsen voor deze vorm van maatschappelijke dienstverlening toch wel gewaarborgd blijft. Ik ga heel kort zijn wat dit betreft. Subsidies en bijdrages uit en treurig door mij in DNA in feite behandeld. Ik heb ook al gezegd, naarmate wij meer verdienen, gaat er meer terug naar de maatschappij. Het was al vast anderhalf meer dan in 2017, die al gestegen was met een derde ten opzichte van het jaar daarvoor. Ik weet nog dat DNA vroeg om 300 miljoen extra voor de gezondheidszorg, waar wij er 400 miljoen van kunnen maken. Gewoon omdat wij dus als regering centraal de gedachte van het verbeteren van de mens in feite cruciaal voor ons is. De mens is en blijft centraal in de gedachtegang van deze regering.